eerste termijn gehad en ook een tweede termijn. Vanuit het gevoel van dat er heel veel onduidelijkheid was, met name bij een aantal partijen, vond ik het heel redelijk om vandaag een derde termijn te doen. Maar ik heb zelf niet zo heel veel opmerking voor deze derde termijn. Het gaf me nog wel de gelegenheid om nog een amendement in te dienen. Die heeft u vast al kunnen zien. Dat is nog even een aanscherping op van stel dat er achter elkaar toch wat onverwachte zaken gebeuren in Groningen, kunnen we dan ook ingrijpen. Dus daar is dat amendement voor. Ja, voorzitter, we hebben de brief over de aansprakelijkheid en de brief over de verdeling van de kosten ontvangen. Door de gaswinning strikt te reguleren, ontstaan er andere verantwoordelijkheden en kosten. En het kabinet kiest ervoor om zo snel mogelijk geen gas meer te winnen uit het Groningenveld. En daarvoor is deze wet noodzakelijk. En met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst komen er geen claims en blijft de NAM betalen voor schade en versterking en hebben we daar ook garanties voor. En op de korte termijn betekent dat minder opbrengsten en hogere kosten. En toch is dit de weg die we zullen moeten gaan om Groningen veilig te maken. Voorzitter, de nieuwe verdeling van kosten voor de langslepende schades bij NAM voelde vorige week bij mij echt bijzonder slecht. Ik zei hier in de zaal, ik ben in shock. En gelukkig lijkt het allemaal wat minder ernstig te zijn dan vorige week leek. Maar misschien kan de minister het hier alsnog even toelichten. Daar heb ik wel behoefte aan. En wat ik ook heb onthouden van het debat van vorige week, en ik vond dat een terechte opmerking van de minister, dat haast ook een vorm van zorgvuldigheid kan zijn. En ik hecht eraan dat we echt zo snel mogelijk naar beneden kunnen gaan met die gaswinning in Groningen. En daar doe ik alles voor. Dank u wel. Vanavond voor deze wet kunnen stemmen en aan Groningen kunnen laten zien dat het ons menens is. Dank u wel. Dank u wel. Tot slot, mevrouw.